We eindigen het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname, die geldig is voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. In de avond worden er lichte tot matige buien verwacht, met plaatselijk zware buien, mogelijk gepaard met onweer en plaatselijke windstoten. Tegen het einde van de nacht kan er plaatselijk nevel of mist ontstaan, voornamelijk in bosrijke gebieden. Morgen in de ochtenduren kunnen langs de kust lichte tot plaatselijk matige buien vallen, mogelijk gepaard met onweer en windstoten. In de middag zullen langs het kustgebied matige tot lokaal zware buien vallen. In het westelijk gedeelte van het binnenland zullen matige tot zware buien vallen, gepaard met onweer en plaatselijke windstoten. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat er morgen sprake is van zware onweersbuien met plaatselijke windstoten. Ook kan er wateroverlast zijn in delen van de kust.